Spanning en spektakel voor jonge voetballers vanmorgen tijdens het Milk Boarding toernooi in de stad. In het gloednieuwe Indoor Soccer Center spelen F-pupillen uit de regio een toernooi. Het toernooi wordt ondersteund door een team van oud-profvoetballers. Ik vind dat het gewoon heel goed is dat zij kunnen voetballen en niet alleen maar voor de PlayStation zitten thuis. En dat ze zich kunnen meten met leeftijdsgenootjes uit andere buurten en uit andere dorpen. De hele kerstvakantie zijn er toernooien voor verschillende leeftijdscategorieën. In totaal doen er 216 teams mee uit verschillende provincies. Het indoor voetbal is duidelijk wat anders dan spelen op het veld. De bal kan niet uit, het gaat maar door, ze kunnen snel wisselen. NEC Delfzijl is een van de deelnemers aan het toernooi. De ploeg weet de halve finale te bereiken. We hebben straks kruisfinale, dat is de belangrijkste. Hè? Van de andere pool. Nou, dat is de belangrijkste wedstrijd. Dus dan gaan we er weer voor. Ja? In die halve finale wint NEC onder meer dankzij dit doelpunt. En dan staan de mannen in de finale. En dat is best spannend. En er kwamen heel veel in de finale kriebels in mijn buik. Heel veel. NEC Delfzijl wint de finale met 2-1 van ACV en dan is het groot feest. Thomas van Noord scoort 2 keer in de finale, komt in het Dream Team en wordt zelfs speler van het toernooi. Zijn dag kan niet meer stuk. Superleuk, want het is goed georganiseerd en de scheidsen die zijn super goed en zo.